dichtbij. Oh, als je heel dichtbij. Een hele buffer. Buffer? Dat is een, dat heet een microfoon, Niek. Dat is geen buffer. Hallo! Ja, vind ik ook. Let's go. We lopen nu even naar de receptie toe, want wij moeten daar even een bandje halen. Waarom ga je zo snel ineens? Jongens, ja, wat is dit nou weer? We wilden gewoon dedicated het gewoon doorgaan. Kijk eens. Hey, daar zijn we. Sina. Maar dit wordt echt het ziekste festival van 2022. Ja, ik wel zeker. The shit. Wij hebben onze spulletjes, dus we gaan nu naar ons huisje toe om even te kijken hoe het eruit ziet. Jij moet eventjes je ding laten zien, of de map waarop staat waar we heen moeten. Want dan kan jij mij helpen. Je moet de rotonde tweede afslag. Oh, dat is een reeks. Hey. Laat me even dit kaartje bij halen. Zijn we er klaar voor, jongens? Yes. Oké. Okay. Let's walk. Dit is hem dan, het huisje. Dit is hem? Dit is hem. Place to be. Wat een joekel van een huis. Het is er één. Ik ben in het dromen, jongens. Gewoon wens van de waarheid, jongens. Ik wil tromgeroffel horen. Ik wil tromgeroffel horen. Oh. Oh. Zo. Het is me er één, jongens. Kijk. Woonkamertje, tv'tje, woonkamer. Ja. Lekker hoor. Oh, dit bevalt me wel. Oh, dus dat is de badkamer. En de badkamer is gewoon nice. En dit is de slaapkamer 1. Ja, gewoon nice. Hebben jullie al. En slaapkamer 2. Nice. En maar slaapkamer... Oh. Dit is gewoon echt een gangetje met een bed. Jens! En die stop ga ik toch nog even door. En ik krijg een gehoor. Oh! Ik weet het ook niet. Oh! Here's my key. Philosophy. Hi. If first freak like me, just needs infinity. Zijn we klaar? We zijn meer dan klaar. Zo. Zo. Wat smooth. Dat is heel smooth. Oké, okay, we gaan eerst even langs de supermarkt hier. Jij wist waar die zat, hè? Ja, die zit dus daar. Ergens, volgens mij. Oh, is goed. Daar achter die bosjes. Als daar niks te vinden valt, gaan we naar de Jumbo. Ik ga helemaal fout. Oh, jongens. Jongens. We gaan niet meer die rollen pakken. Oh, dit is echt... Dankjewel, Sophie. Ja, nee. Het is echt, nee, maar even serieus. Een momentje voor deze supergrote... Mijn kopje was gewoon even... Supermarkt. Het is echt een mega supermarkt. Oh, jongens, hou op. Ik vind het doodeng. We hebben een hele waslijst aan spullen meegekregen om te kopen van Esme. Dit vind ik zo goor. Van dat tomatensap. Oh. Joh. Ja, dat lijkt me... Ja, dat is heel vies. Het is echt heel vies. We moeten alleen even appelsap gaan kopen, want dat wil Esme heel erg graag. Dus we hebben... Deze nodig van de appelsien, hè? Lekker. Ik wil nog paprika chips. Wil nog paprika chips van Gideon. Voor Giet. Nou, ik hoef geen chips. Willen jullie chips? Ik lust geen chips. Deze. Ja, ik lust nou, wel. Als jij het wil, moet je het lekker meenemen. De boodschapjes zijn gedaan. Op naar het huisje. Woehoe. Hi. Wat gaan we doen? Wij gaan even uit eten in Wassenaar hier. Gezellig, met z'n viertjes. Boogity boogity. En ja, na het eten, eigenlijk gaan we best wel snel weer slapen, omdat het... Wij moeten best wel vroeg er weer uit. Ja, wij zijn de eerste meet and greet morgen. Ja, dat klopt. Wel heel erg leuk, maar we hebben wel genoeg slaap nodig, want ik heb gisteravond ook niet heel erg goed geslapen. Jij wel? Oeh, ja, ik wel. Oeh, ik niet zo. Ah, ja, ik zie het. Je ziet er niet heel erg top uit. Grapjes. Het is niet mijn beste tijd. Jawel, het is wel je beste tijd. Je ziet er echt leuk uit. Ook je haar zo. Zo leuk. Je ziet er echt leuk uit. Dat was een grapje. Ik voel wel een soort kinderfeestje als ik zo leuk. Ik gaf je compliment. Dank je. We zijn aangekomen in een heel mooi plekje. Ik zal het even laten zien. Gezellig. Ja, we moeten eerlijk toegeven. Iedereen zat vol, dus we zijn gewoon maar ergens gestrand. Ja, dit is echt de eerste plek na 10 waar we welkom zijn. Ja, daarom. Dus we gaan lekker hier eten. Hey. Op een prachtig weekend. Zeker. Cheers!
We gaan nu weer terug naar ons appartementje. Ja, het is helemaal geen appartement, wat zeg ik nou? Het is gewoon een hockey. Het is een zieke villa. Hey! Let's go naar het huisje en dan gaan we lekker klaarmaken om te gaan snurken. Yeah! Woe! Anton. Kaling. Ik ben een zeemeeuw. Ik zweer dat dit een hoef is. Dit is een hoef. Jongens, we moeten gaan slapen, want morgen moeten we weer super vroeg op de meet and greet. Ja! Goed? Ja. Dat is echt een hele hippe. Oh, wat een hippe. Dit is echt wacht, een nieuw nummer. Dit moet je afspelen. Begin! Ga zo! Begin! Ga zo! Nou, ik zie je morgen bij de meet en greet. Meet en greet. Ik zie je morgen bij de meet en greet. Meet en greet. Ik zet op de oh ja. En dan... dit is echt... Doeg! Doei! Ik zie jullie allemaal morgen. Good morning. Zoals je ziet, hebben wij ons make-upje al opgedaan. En zijn we al bijna klaar om vandaag naar Tina te gaan. Eerste Tina dag. Ja, gisteren jongens, het was echt even heel heftig. We waren te hyped om elkaar allemaal te zien. Het was echt heel leuk. Het was zo gezellig. Ja, het was wel heel gezellig. Maar het was echt, we waren zo druk allemaal. Sam kwam nog, Ashley, Jordi. En we zitten hier natuurlijk met Daphne, Esmee, Niek en Sander. Dus het was echt leuk. Straks gaan we lekker naar Tina toe en nemen jullie ook weer mee. Het wordt super druk. Ik heb echt geen idee hoeveel mensen er zijn. Ik heb echt geen idee. Ik ook niet. Doe een gok. Hoeveel mensen lopen daar rond? Ja, dat heeft Esmee gisteren verteld. Wacht nou, hoeveel mensen lopen er rond de Tina? 20.000. 20.000? Volgens mij wel. Zijn serieus echt 20.000 mensen? Per dag, ja. Oh. Volgens mij. Hey! Hoeveel mensen zijn er op Tina? Ik heb gehoord echt heel veel. Ja, Daphne denkt 20.000. Ja, ik denk dat wel. Zoveel? 20.000? Ja. In het park? Ja, oké, okay, ja. Er is 26.000 bezoekers. Ja, ik hoorde ook maar op 2 dagen. Ja, maar ik hoorde ook dat het inderdaad 20.000, 30.000 mensen zijn. Dus het is echt zo druk. Kijk, we moeten dus. Ik zweer, het is hier druk. Ja. Het is hier echt druk. We moeten met z'n allen 1 badkamer delen. We hebben een toilet in 1 badkamer. Het is helemaal nattig. Het is helemaal nat. En ja, als je bij het toilet wil komen, dan moet je eerst een soort plas doorstaan die daar ligt. Ja, het is echt lekker, ik ga niet er niet meer in, want mijn broek pijp wordt nat. Nou, lekker voor je. Is het goed als ik ga plassen? Ja, ik moet ook plassen. Dus als je opschiet, ga maar. Niet goed. Dit is de situatie op het moment. Het regent. We moeten dus gaan lopen naar de artiesten stage. Dit gaat sowieso fout, dus dit gaan we even filmen. Ja. Dit gaan we even. Dit wordt wat. Lopen jullie ook onder de paraplu of daar niet? Nee, maar we moeten even ons haar beschermen en ons leven. Oh, dat is echt zo. Ik ben daar heel vroeg voor mijn bed uitgegaan. Kijk eens wie daar zit. Kijk eens wie we hier hebben. Oh my god, is het Marco? Hey. Prima. Hey. Oh, jongen. Gezellig. Hey, ga je mee? Geslapen? Ja, jij? Ik had echt wel moeite, want ik heb niet zo'n overtrek, weet je wel. Heb je geen dek met overtrek? Nee. Hoezo niet? Weet niet. Ja, er is er gewoon. Je hebt hier allemaal lakens liggen. Er zit echt gewoon dek. Oh ja, dat zijn die, hè? Oh my god, het ligt hier voor je neus. Oké. Maar wij moeten echt opschieten. Wij moeten naar de meet en de greet. Succes. Thanks. Balamousé. Ja, balamousé. Oké, let's go. Is de meet and greet. En het is zo leuk. Oh, het is zo leuk om al die kinderen te zien. Ze zijn zo blij. Maxi, wat gaan we doen? We worden ingepakt straks. En dan moet Sam gaan raden wie wij zijn. Ja. Dus dat wordt heel spannend. En jullie worden ingepakt of gaan jullie iemand inpakken? Nee. Wij worden ingepakt. Ja. En Sam gaat dus raden wie jullie wie zijn. Erin zit. Ja.
Hij gaat zich doodlachen. Hij zei net zo meteen tot zo en ik zei ja tot zo dan. Ja. Jij weet nog niet hoe snel wij jou gaan zien. Hiermee gaat het gebeuren, jongens. Alsof je dit elke dag doet. Ik doe dit. Dit gaat heel goed. Twee keer per week. Ja. Oh, je draait er helemaal omheen van. Mag ik een knuffel? Wat zou ze bij jou zijn? Ja. Oh, ik kom wel echt warmte van jou af. Oké. Dan gaan we. Nog maar even. Recht vooruit. Gaan we even aftellen met z'n allen? Ja. Oké, dan komt ie. 3, 2, 1. Ja. Helemaal goed. Dit wordt hem hoor. Dit wordt hem. Woe! Ja, onwijs goed. Yo guys, daar zijn we weer met een gloednieuwe vlog. Ik ben nu samen met Sophie, Maxime en Niek. Correctie, de vlog is al een paar minuten bezig. Hij is al even bezig, maar we zijn er gewoon weer. Ik wilde dit altijd een keertje zeggen. En het was heel gezellig. We wilden het park in. Maar daar moesten we bewaking voor hebben, dus dat ging niet. Dus nu gaan we lekker zonder bewaking. Echt het beste plan ooit. Hierheen. Maar we gaan nu even kijken hoe of wat. En waarschijnlijk rennen we straks er weer uit. Ja. Maar we vervelen ons. Dus het is maar beter dat we even niet gaan. Maar daarom gaan we dus wel. Ja, daarom gaan we dus wel. Ze gaan dus in de attractie. Ze hadden nog zo tegen ons gezegd. Ga niet alleen in het park lopen. En wat doen ze? Ze gaan alleen in het park lopen. Max, wat ben je? Ik ben nu. Ja, kijk even naar dit. Dit kan natuurlijk gewoon niet. We moeten straks gaan eten. Er liggen allemaal vaten hier. Maar we hebben dus geen afwasmiddel. Dus ik heb dit mannen shampoo hier staan. En hier moeten we even wegleggen. Ik neem aan dat het niet jouw shampoo is. Oh, die meid is ook niet mijn shampoo. Van Sander. Nee, het valt echt mee. Het is een beetje. Ik ruik wel man. Echte mané. Ja. Jongens, eet smakelijk allemaal. Eet smakelijk. Geweldig smakelijk. Eet ze. Hey. Hoe laat is het? Half twee. Kwart voor twee. Weet je, hoe laat hij morgen op een meet and greet moet staan? Ja, dat is wel erg. Doe de vlek daar. Oh, chill. Ja, eerlijk. Oh. See you soon. Gaan jullie naar buiten? Ga jij naar buiten? Ja. Slaap lekker. Slaap lekker, schat. Dat is gezellig. Hoi, lieve allemaal. We kunnen niet te hard praten, want heel veel mensen slapen al. Maar we wilden even zeggen dat wij ook gaan slapen, aangezien het 2:00 s'nachts is. Ja, we hebben een lekker gezellige avond gehad met allemaal lieve mensen. En zoals je ziet, wij zijn echt helemaal kapot en helemaal moe. Ja, het ziet er niet echt best meer uit zoals je ziet. En we hebben daarom ook niet heel erg veel gefilmd, dus onze excuses daarvoor. Sorry. Welterusten iedereen. Good morning iedereen. Good morning. Het is weer tijd voor een nieuwe dag. Gaat allemaal goed? Nou ja, schat. Ik heb er zin in hoor. Mijn energielevel ligt alleen wat lager dan gisteren, maar... Het gaat goed. We hebben ook niet eens ontbeten zoals gisteren. We hebben er gewoon geen tijd voor. Nee, klopt. We moeten wel even gaan eten. Ik zei het gisteravond dus al, of vrijdagavond al. Dit wordt krap. We moeten er om 6:00 met z'n allen uit. Maar ja, 6:00 is wel heel vroeg hoor. Ja, maar ja, had jij 6:00 vandaag overleefd? Nee, maar dat was ook een grapje. Maar ik dacht wel echt 7:30 had ik al laat gevonden. We hebben net besloten, omdat we nog zo ruim de tijd hebben, gaan we nog even appelsap halen. We hebben nog een kwartier. Meer dan genoeg, we moeten ook nog ontbijten, maar dat kan niet zonder appelsap. Wij moeten appelsap. Het ontbijtje is gehaald. Matthäusjes. Ja, wat gaan wij smikkelen? Lekker ontbijt hoor. Nee. Ik doe het ook elke ochtend. Echt? Ja? Ik ook. Ja, appelsap Matthäusjes. Ja, dat is een goeie. We have some breakfast. We have Matthäusjes. And I will eat some 8 eggs. Tonight and today and what? This morning many times. Ik denk, jij gaat je ex eten. Ik weet niet. Ex. Ik kan hem ook niet door. Maar zijn die eieren al een keer klaar? Nee, ze zijn nu pas te koken. Nee, hou op. Ja, ze staat echt wel. Ja, nou, ik wil mijn eitje. Dan ga ik om Matthäusjes ontbijten. Ik vind het ook goed hoor. Mm. Lekker hoor. Mm. Ik heb ze mee hoor. Kom maar bij. Er is nog plek voor jou. We moeten wel elkaar op schoot, hè? Ja, mag bij jou op schoot. Zat jij ons vanmorgen? Zitten we dan? In de golfcar. Met de enige echte Senna.
Wat comfortabel weer. Nou, echt 5 sterren, absoluut. Ontbijt er zelfs nog bij. Lekker hoor. Nee, wij niet. Je ziet het, schat. Er was weinig tijd. Als dit haar nat wordt, is het klaar. Ik heb een kramp in de regen. Mevrouw kan niet eens even naar de meet and greet. De afgedekte meet and greet. Ja, de afgedekte meet and greet. Ze gaat al, ze gaat. Oh, ze gaat, ze gaat. Kijk, nu gaat ze hoor. Nee, het is gestopt, daarom gaat ze. Ja, daarom was ik niet gegaan. Het is helemaal Flanders uit en dan kom ik aan. Met vlekken op mijn broek. Ik ook. Maltesers in mijn hand. Hey, Maltesers in mijn hand. Maar jongens, snappen jullie het? Je haar moet er gewoon goed zitten. Jongens, we moeten gaan. Dit is niet te geloven. Dit is niet te geloven. Kijk, die hier zitten dan. Senna is echt van de maximale genieting. Ja, op de zondagochtend is het erg koud. Hij heeft er 6 gereden deze ochtend. Kijk, er wordt gewoon net een paraplu gehaald omdat mijn vrouw de haar niet nat wil hebben. Wat een diva. Jij bent ook niet normaal, hè? Zijn jullie gespannen? Beetje. Zijn jullie fan van Maxime Sophie? Ja, heel erg. Dit is jullie moment. Ga, let's go! Sander, hoe voelt dit? Dit voelt geweldig. Ja, eindelijk erkenning. Kan je alvast oefenen voor later? Eindelijk meer erkenning voor alle TikToks waar ik aan mee heb gewerkt. Ja, eindelijk word je gewaardeerd. Ja. Maak eerst een foto dat ze komt zo naar je. Nee, dit kan jij. Speciaal voor kom op. Drie, en drie. Dit is paraplu die heb ik zelf gekocht. Ja, die hebben we. Kan je nog horen? Hallo. Hey, yeah. Wij gaan nu voor jou freestylen, want dan kunnen wij heel erg goed. Ik ben eens met Joanna van de street. Wie kent mij niet? Oh, dan, ik zie het niet. Ik sta aan de kant. Hey. Hoe ging je meet and greet? Ik was heel zenuwachtig. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ik zag het. Nee, het was een grapje. Het was heel leuk om iedereen te zien en te ontmoeten. Ja, het zag ook leuk uit bij jou. Ja, zo lieve mensen die al met tekeningen en zo komen. Het is echt zo schattig. En iemand had mijn favoriete snack meegenomen. Kinderchocola. Hallo? Wij willen de attractie, maar dat kan niet. Nee. Waarom niet? Oh, wat geen supervisor. Hallo? Ik wil iemand haar verwijderen van mijn area. Hallo? Yes, we gaan weer lopen, jongens. Ja, oké, we gaan nu. Kom. We gaan eindelijk in een attractie. Het is gelukt. Is de ziekste, meest gruwelijke achtbaan van heel Duinrel. De boot! Zeg dat wel! Schip ahoy! Sander! Even passen! Wat is de planning? Wij hoeven geen interview meer te doen, dus we zijn vrij. Oh, wij zijn vrij? Ja, wij zijn free. Oh, en Sander niet, want die gaat nu? Ik ga nu naar binnen, te gaan zijn huis in. We gaan eindelijk het talent laten zien. Hij gaat eindelijk zijn talent laten zien hier. Zo, ga maar, doe maar wat gekke stemmetjes of zo. Ja. Ik weet niet, we gaan erachter komen. Oh, je weet helemaal nog niet wat je moet doen. Broodje vocht. Oh, zo lekker. Dat is echt mijn lievelings. Vind je het erg als ik... Neem een hapje. Lekker. We hebben nog twee op. Film het maar. Hier, pak het maar. Ah, lekker joh. Ah, hier hey! Koud, alles valt in het water, maar het is wel gezellig. Ben je klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor, dames en heren. Ja. Super nice man, applaus! Yeah. En hoe praat je als je komt heel enthousiast bent? Ik ben nu op het Tina Festival in de studio en... Ik ben nu op het Tina Festival in de studio met Ed en het is geweldig! Jongens, het ziet eruit dat het tijd is om te vertrekken. Zou je denken? Jullie zien er allemaal heel erg moe uit. Nee hoor, ik ben niet moe.
Zet ze Bartje zo aan, dan gaan ze gelijk de bed in. Je gaat zo naar huis. Ja. Dit is echt het laatste stukje acteerwerk wat je nog in je hebt zitten. Nee, ik ga echt zo je zit echt zo. Ik ben echt niet moe. Nee, ik ben echt niet moe. Ik ga zo naar huis en dan maakt ik heb ook waar ik woon. Ik stap gewoon zo de auto uit. Tuurlijk ben ik wel moe. Ja, ik kan het zeggen. Mentaal en fysiek. Ben ik gelijk met de grond. De hele nacht heeft ze lopen draaien en niet kunnen slapen. Ik heb echt heel slecht geslapen. Ik ben ook klaar. Zullen we gaan naar huis? Ja, laten we gaan. Het is tijd om naar huis te gaan en om ons bedje in te duiken. En het is tijd voor een transition. Mag ik hem doen? Mag ik je mag, je mag een transition maken. Doe maar. Yo! Je moet wel stoppen met schreeuwen. Yo!